Het is weer tijd voor een tussenstand in entertainmentland. Verslaggever Jordi Versteegde. We gaan het natuurlijk hebben over de ruil die jij toch wel eigenhandig hebt veroorzaakt tussen... Ja, zeker. Peter Gillis van Massa's Kassa en de familie Meiland. En natuurlijk ook over het boekenbal, hè? Want dat is altijd juicy, verhalen en dingen. En, we gaan het Seks, zien. Drugs en literatuur, juist, zeggen ze precies. Altijd. Ja. Hartstikke leuk. Dat later. We gaan het eerst even hebben over de Ladies of Soul, want die liggen een beetje onder vuur. Ja, heeft alles te maken met een statement dat zij afgelopen vrijdag hebben verspreid op een Instagram-pagina. Een statement dat gaat over de situatie van hun collega Glennis Grace. Nou, we weten allemaal, die ligt behoorlijk onder vuur vanwege de Jumbo-rel. Misschien moet ik het even als volgt uitleggen. Afgelopen vrijdag postte Glennis Grace in één keer een excuusvideo. Ja. Waarin ze zei, nou ja, ik had het zo nooit moeten aanpakken. Nou, niet heel veel later en ook niet heel toevallig, denk ik, stuurde de Ladies of Soul dus dat statement uit. Waarin ze zeiden van, joh, het is heel erg wat er gebeurd is, maar je bent weer van harte welkom bij ons. Alsof het zo bedacht is. Precies. En ja, heel veel mensen zeggen van, ja, maar dat is veel te vroeg en dit kan helemaal niet echt. Als je de reacties gaat lezen naast dat statement, dan zou je bijna denken dat ze straks voor een lege zaal staan. Want er zijn echt wel mensen die zeggen van ja, maar dan hoeven wij niet meer te komen. Dan ga ik mijn kaartje weer te koop zetten. Nou, ik heb vandaag even gebeld met het management van Glennis Grace om te vragen van ja, zien jullie dat ook? Worden de kaartjes teruggestuurd? Ja. Nou, ik snap ook wel, zij moeten natuurlijk Glennis beschermen. Dus zij zeggen nee, dat gebeurt niet. Alle mensen komen nog, voor zover wij weten. Uiteraard. Ja, en wat ik ook wel opvallend vond, is de timing van het statement van Glennis zelf. Want dat kwam precies een dag nadat Leeuw Kleine. Juist. Precies. Nou ja, en die manager zegt ook dat is toeval, want we hadden die video al een tijdje klaarstaan. Alleen die moest langs allerlei loketten, want juridisch mocht Glennis helemaal niets vertellen over de zaak. Dus dat moest allemaal afgekaderd worden. En daarom kwam die video vrijdag online. Maar goed, het blijft een hele opvallende timing. En zeker ook omdat ze eind deze maand wil ze weer gaan optreden. Staat er een hele clubtour gepland. Ja, want dat wilde ik zeggen. Hoe ziet haar agenda eruit? Ja, best wel vol. Als je gaat kijken vanaf 21 april, dan gaat ze gewoon weer het hele land door. En ja, de manager zegt, er is nog geen enkele club die gezegd heeft van, we hoeven Glennis niet meer. Dus vooralsnog gaat ze, hè, nog voordat de rechter heeft gesproken, gaat zij gewoon weer het land in. En, ja, en gaan de mensen haar dus zien optreden. Ja, maar op zich zijn we in Nederland natuurlijk wel onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Hè? Dus we kunnen, hè, met die cancelcultuur, misschien moeten we... Ja, maar Carlijn, is het dan, het gaat wel over een heftige zaak daar in de Jumbo. Zou je dan niet gewoon eerst even rustig afwachten? Glennis zegt ook via haar manager dat ze aan zichzelf aan het werken is. Nou, ik kan me niet voorstellen dat je binnen een maand tijd, of wat is het, 2 maanden tijd, aan jezelf gewerkt hebt. Ik denk dat je daar wel iets langer bij nodig hebt. Zeker als je zo agressief te werk gaat. Mm-hmm. Dus ik vind het persoonlijk gewoon wat vroeg dat ze alweer de draad wil oppakken. Maar aan de andere kant, er moet natuurlijk voor haar ook geld in het laadje komen. Ze heeft gewoon een zoon die verzorgd moet worden. Een huis in de Jordaan is ook niet goedkoop. Nee, dus ja, ze moet ook centjes verdienen. Ja, nou, september dus die concerten van de Ladies of Soul. Ja. Er is wel een andere BN'er, hè, die zich ook voor Glennis Grace heeft uitgesproken. Gordon, die heeft gereageerd naast het statement van Glennis. Ik heb het even opgeschreven. We maken fouten en vallen dan. En we staan ook weer op. En met die les geleerd hopen we die fouten dan te vermijden in de rest van ons leven. Dus als het aan Gordon ligt, inderdaad, dan komt Glennis binnenkort gewoon weer lekker optreden op een van zijn feestjes, ja, denk ik. Nou ja, op zich zijn het ook wel wijze woorden van een wijze man uit het Midden-Oosten nu, toch? Dat zijn jouw wijze woorden dan precies. Weer, ja. Nou, laten we het hebben over de rel. We hadden het er al even over tussen Peter Gillis van Massa's Kassa en de Meilandjes. Even voor de duidelijkheid, het begon allemaal met een interview wat jij deed daar op locatie. Zie jij jezelf een beetje als de nieuwe Martien of zeg je nee, dat is echt totaal anders? Nee, dat is helemaal anders. Dus ik wil me eigenlijk niet vergelijken. Nee. Kijk, wij hoeven het ook niet voor de cent te doen. Maar als ik morgen stop, dan stop ik. En kijk, Martin doet gewoon voor de commerce. En daar hoeven wij het gelukkig niet voor te doen. Even over de Meilandjes. Die zijn nu in de bijstand natuurlijk voor SBS. Zou dat iets voor jullie zijn voor een volgend seizoen? Nee, dat is niks voor ons, want wij blijven gewoon ons eigen en we gaan geen toneel spelen. Ja. Oh, dat is toneelspelen wat ze doen, zeg je dat? Ja, nou, ik vind dat toneelspelen. Dus, kijk, mij maakt niet uit. Wij zijn gewoon zoals we zijn, jongen. En als wij een flesje wijn drinken, drinken we hem. Ik heb mensen echt in de bijstand nooit wijn zien drinken, zo allemaal. En nu zitten ze 's middags al aan de wijn. Ja. Dus ik zie hier niks in. Ik heb een appeltje voor de dorst. Ja, je was er natuurlijk niet om een vuurtje te stoken, toch? Nee, joh.
doe ik toch nooit, Carlijn. Nee, ja, ik was daar voor de interview over het succes van Massa is Kassa. En ja, ik vond het ook wel even belangrijk om te vragen hoe zij dan naar hun collega's kijken. Want dat zijn ze bij SBS6. Nou, ja. De Nijlandjes, ja. En dat hij dan vervolgens helemaal los zou gaan, had ik ook niet verwacht. Nou goed, ik kwam terug op de redactie en dacht, nou, laat ik dan ook maar eens even contact leggen met de Nijlandjes om te kijken van, hoe kijken jullie je dan naar? En dan kreeg ik netjes reactie op. Ik pak hem er even bij. Peter bedoelt met toneelspelen, denk ik, dat Chateau Bijstand geschript is. En dat klopt in zoverre dat wij allerlei opdrachten hebben gekregen om ons in te zetten voor goede doelen. Dat zie ik de familie Gillis inderdaad niet zo gauw doen. Oh, ook weer een sneer. Ook weer een sneer. Lekker, hoor. En wat betreft Chateau Meiland is het een format. En ja, net als bij familie Gillis gaat het om volg de bal. Hè? De camera volgt gewoon de hele dag wat zij doen. En wat dat betreft zijn we dus gewoon collega's. Mm. En daar heeft Peter Gillis vast ook wel weer op gereageerd, of niet? Want ik ken jou een beetje. Jij hangt weer in de telefoonlijn. Ik heb Peter inderdaad gebeld en die zegt, ja Jordi, ik ging zaterdag zo los omdat ik eigenlijk nog wel een appeltje had te schillen met Martien. Want die schijnt vorig jaar in een interview gezegd te hebben, ja, dat hij niet zoveel heeft met de familie Gillis. Dat hij het verschrikkelijk vindt. En ja, Peter zegt, dat vind ik dan weer verschrikkelijk. Ja, dat is ook niet echt een leuke uitspraak, toch? Nee, want hé, je bent collega's, ze werken voor dezelfde baas, maar ze kennen elkaar niet eens. Ze hebben elkaar nooit gesproken. Dus ja, dat vond Peter niet zo netjes. Dus die dacht, nou, dan heb ik nu een vrijbrief om daar ook een keer wat van te zeggen. Ja. Ik denk dan, ja, moet je dit via de media uitspelen? Ik denk het niet. Voor ons is het leuk. Hè? Dan hebben we wat te melden hier. Maar aan de andere kant, ja, Peter hoopt dus dat Martien gewoon een keer belt om te gaan wijnen. En dat het dan gewoon een keer goed komt, joh. Lijkt me een goed plan. En ze hadden ook nog wel een nieuwtje, hè, Peter en Nicole. Ja, as we speak, wanneer wij hier staan, zijn Peter en ons Nicole in Spanje. In de buurt van Alicante. Daar hebben ze al een appartement. Dat zien we regelmatig in de serie. Zeker. Dat gaan ze verkopen, want ze hebben iets veel mooiers. Ze hebben namelijk een soort van klein kasteel gekocht van 3,2 miljoen. Aardig. Ze gaan van, ja, behoorlijk, ik heb het hier in mijn achterzak, maar Peter schijnt een vermogen van 90 miljoen te hebben, maar het is echt geweldig. Hè? We hebben hier een foto, die zie je. En het draait om 750 vierkante meter aan woonoppervlakte. 6 slaapkamers met allemaal ook een aparte badkamer. Een binnenbad, een buitenbad, sauna, jacuzzi. Ja, alle luxe dus. En Peter zegt, ja, we zijn echt van plan om hier in de komende jaren wat langere tijd naartoe te gaan. Dus dan, ja, gaat hij zijn zoon Mark wat meer op die parken zetten. Ja. Zodat hij zelf vanaf een afstandje daar in Alicante aan zee nota bene kan genieten van zijn welverdiende rust. Ja, ik zie er wel een leuk format in. Format? Ja, Chateau Gillis. Lijkt me enig. Dat zou het zijn, nou, dat die twee samen wat gaan doen. Nou ja, nee, ja, hoeft niet. Maar je kan ook gewoon een hele verhuizing filmen naar Spanje. Hè? Dan heb je, nou, kan zomaar. Ik noteer hem. Ik heb een kort lijntje bij de SBS6. Ik zie het volgend jaar wel op tv verschijnen. Precies. Nou, ja. Tot slot, dat boekenbal. We hebben het er al heel eventjes over gehad. Ja. Dat schijnt heel spectaculair altijd te zijn. Het is nu de 75ste keer. Het gaat toch weer door, ondanks corona. Ja. En jij staat op die rode loper. Klopt. En normaal gesproken is het in de Schouwburg in Amsterdam. Maar het leek er even op dat het dit jaar niet door zou gaan. Dus ja, die Schouwburg die is inmiddels voor iets anders volgeboekt. Dus moesten ze uitwijken naar een andere locatie. Dat is dus een club, de Escape in Amsterdam, wel bekend. Dus ja, wordt het dan een wilde feest? Ik denk het wel. En zeker met het thema. Want het thema is de Nacht van de Liefde. Zo. Ja, en jij zegt inderdaad, het is een spectaculair feest. Ja, het boekenbal staat bekend om echt de seks, drugs en literatuur. Wat ik toen straks ook al zei. Maar het lijkt ergens ook wel een beetje mee te vallen. Want in de afgelopen jaren hebben we nou ook weer niet zoveel meegemaakt daar, hoor. Ja, de laatste editie hadden we Freek de Jonge. Die stond op een gegeven moment op tijdens de openingstoespraak. Terwijl de voorzitter daar die stond te spreken over de slachtoffers van het tramincident in Utrecht. Heel goed getimed. Ja, en Freek die stond op in het publiek om te zeggen dat we niet in Thierry Baudet moeten geloven. Hmm. Die had toen net zijn toespraak achter de rug nadat hij mee had gedaan met de verkiezingen. Dus dat was een opvallend moment. En gaan we nog veel verder terug. 2004 hebben we Boven en Verdorens. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Zeker. Die headlines. Maar die had daar eigenhandig een rel veroorzaakt. Hij was een beetje dronken. En zag daar een Delftse studentenvereniging. En die hadden zo'n grote kan met bier. Die trok hij uit hun handen. En ja, hij viel dan weer achterover in de bloembak. Viel bijna de ploeg van de NOS aan. Dat werd toen een hele rel. Maar ja, dan hebben we het over 2004, dus er mag wel weer iets gebeuren. Ja. Nou, misschien staat er nog iemand op de gastenlijst die jij denkt van, nou, die zou eens wel wat kunnen veroorzaken. Ja, er is al een tijdje kritiek op Bas Smit. Bas Smit, die we natuurlijk kennen van Instagram, hè, ja, influencer. Niet van boeken schrijven of iets of zo.
Nou, hij heeft, ja, nou schrijven, hij heeft het eigenlijk niet zelf geschreven. Hij is ervoor op pad gegaan. Hij heeft vorig jaar een boek uitgebracht met Nicolette van Dam, hè, zijn vrouw. Ja. En dat boek ging over Nederland heeft alles. Wat kun je eigenlijk doen in de tijden van coronacrisis, dat je niet naar de kroeg kan? Dat hebben zij in een boek gebracht. En blijkbaar mag je dan dus naar het boekenbal. Maar er zijn dus veel mensen die zeggen, ja, dit is echt het faillissement van het boekenbal als dit soort mensen er naartoe moeten. Nu heb ik Bas zojuist gesproken. Die zegt van, ja, weet je, ik ben mijn outfit lekker bij elkaar aan het zoeken. Ik heb er mega veel zin in. Want hij zegt, het is echt een droom van mij om daar naartoe te gaan. En alle mensen die kritiek hebben, ja, weet je, hij zegt, daar kan ik niet zo heel veel mee. Dit is gewoon pure jaloezie. En ik ga er gewoon lekker naartoe. Hartstikke goed. Nou, het verslag van dat boekenbal, dat zien we natuurlijk gewoon weer terug, want daar ben jij bij. Voor nu in ieder geval, Jordi Versteegde, dankjewel.